In deze video aandacht voor video in Photoshop. Want Photoshop is namelijk gewoon goed in staat om video af te spelen en er ook gewoon verschillende dingen mee te doen. Laat ik om te beginnen zeggen: nee, het is niet zo uitgebreid als een echte video-editor. Wil je heel veel met film doen, dan kun je beter daar naartoe uitkijken. Maar als je af en toe eens gewoon een stukje film wil maken met je camera, dan kun je dat in Photoshop ook gewoon bewerken. En hoe gaan we dat doen? Nou, om te beginnen ga ik een nieuw document aanmaken. Dat doe ik hierboven bij Bestand en Nieuw. En de resolutie die je kiest, dat ligt natuurlijk ook aan je film. Maar heel modern kiezen we gewoon voor Full HD. En dat heeft een resolutie van 1920 bij 1080. En je drukt gewoon op Maken. Nou, en je krijgt hier dus gewoon dadelijk uh, je film in. En ik ga gewoon beginnen met het importeren van het eerste clipje. Dat doe je hierboven bij Laag. En dan kies je voor videolagen en nieuwe videolaag uit bestand. En je ziet dat ik in deze map drie clipjes en één muziekbestand heb. Um, laat ik gewoon even de allereerste clip importeren. Helaas gaat het niet allemaal tegelijkertijd. Je moet dat ons de beurt doen. Maar je ziet hier dus gewoon de import van mijn videoclip. Je ziet er een laag bij komen. Dat is de laag met de clipper op. En daar staat een klein icoontje bij met een filmstripje. En dit is dus een videobestand. Nou, hoe kan ik dit nou afspelen? Want er zit geen play knop in Photoshop. Misschien dat je er hierboven een ziet, maar dat gaat over iets heel anders. Dit zijn namelijk mijn handelingen. Maar je moet in Photoshop gewoon de tijdlijn openen. En dat doe je hierboven bij venster en dan te kiezen voor tijdlijn. Nou, en dan zie je dus je videoclip daar staan. Hij begint aan de linkerkant bij 0. En aan de achterkant loopt hij tot uh, in dit geval iets voorbij de 20 uh, frames. 20 seconden plus nog wat frames. En je hebt hier wel degelijk een playknop. Nou, als ik daarop druk, dan zie je dat hij gewoon afspeelt. En daaronder staat gewoon het geluid van de video. En ik druk even op stop. Nu is het zaak dat ook de andere clips hierbij komen. Dus ik ga weer naar laag, videolagen, nieuwe videolagen uit bestand. En ik selecteer mijn tweede clip. En ik doe het ook nog even voor een derde keer met de derde clip. En steeds komt er dus een laag bij in mijn lage paneel. En diezelfde laag die komt er ook gewoon bij in mijn meer opname van de films. Want dat is wel gelukkig de kracht van Photoshop. Je blijft in meerdere sporen werken, zolang je dat wil. Als je goed had opgelet, dan had je gezien dat er nog een vierde bestandje bij stond. En ik ga terug naar laag en een nieuwe videolaag. Dat was namelijk de muziek. Ik wil een klein stukje clip maken met dit als muziek op de achtergrond. En als ik er die bij open, dan zie je dat hij ook gewoon bij komt. Nou, je kunt het venster gewoon een beetje groter slepen. En de muziek die sleep ik even naar de onderkant. En ik laat hem wel gewoon bij het begin beginnen. Je kunt deze clips kun je namelijk gewoon oppakken en van links naar rechts verslepen. En zo kun je dus een beetje de tijd bepalen. Nou, en als je nou een klein beetje wil uitzoomen, dan kan dat hieronder. En zo kun je mooi overzichtelijk houden hoe je clips gaan verlopen. Laat ik het eerst eens even hebben over dat geluid. Want dit is een filmpje waarin ik jou moet gaan vertellen hoe het allemaal werkt. Als ik nu een klein stukje van de video af zou spelen, dan wordt het. Uh, ja. Dan wordt het dus lastig om mijn stem te horen met uh, drie stukken film van de snelweg met geluid daaronder. En ook die losse muziek. Dus ik ga je eerst even vertellen hoe het werkt met geluid. Als je met rechts op de clip klikt, dan krijg je het volgende minuutje voor je neus. En je hebt daarin twee verschillende opties. Je hebt allereerst een minuutje met de film waarin je de duur en de snelheid kunt bepalen. En daarnaast zit er eentje met een geluidsicoontje. Nou, en daar kun je dus onder andere het volume bepalen. En ik ga gewoon even bij alle drie de clips het volume op 0 zetten. En ik doe dat ook even bij de muziek. Dat zou betekenen dat ik dadelijk namelijk gewoon dingen af kan spelen zoals ik dat nu zou kunnen doen. En dan hoor je gewoon helemaal geen geluid meer in de achtergrond. Met als voordeel dat je wel mij hoort praten. Ik ga dat geluid er dadelijk weer gewoon onder zetten. Wat ga ik nou doen? Ik ga allereerst eens gewoon de volgorde bepalen. Laat ik een klein stukje uitzoomen. Gewoon in venster, zodat je goed kunt zien wat er gebeurt. Nou, ik heb dus drie clipjes en als ik ze even uit elkaar trek, dan kan ik je laten zien welke clipjes ik heb. Ik heb van deze toerit, heb ik dus een close-up. In het midden heb ik een, uh, ja, een haaks overzicht op de snelweg, wat een beetje medium is. En ik heb een echt overzicht van de snelweg. En dat echte overzicht, dat wil ik dus gewoon als eerste hebben in de clip. En dat zet ik dus naar links. Nou, als tweede vind ik dit wel weer interessant, dus dit kan blijven staan. Maar de echte close-up, die staat hieronder, die wil ik dan weer als laatste. En je ziet, mijn muziek duurt 21 seconden. En ik heb dus gewoon veel meer video dan dat ik aan muziek heb. Dus ik moet mijn video ook een klein beetje ingaan korten. Nou, en dan moet ik gewoon iets interessants uitkiezen... Daar waar die witte auto aan komt rijden, daar wil ik dat mijn film ongeveer begint. Dat is hier bij de rode streep. Als ik dan weer een klein stukje inzoom, dan maakt het dat net wat makkelijker. En wat ik nu kan doen, is gewoon bij het begin van de video gaan staan. En je ziet dan dat mijn cursor verandert. En als ik hem ingedrukt hou, kan ik hem gewoon richting de cursor slepen. En als hij daarbij in de buurt is, dan zal hij gewoon plakken. En mijn clip begint nu dus hier. Sleep ik hem door naar het begin... En dan gaat het er natuurlijk ook over waar de clip eindigt. Nou, daar ben ik ook van afhankelijk van de andere clips. Dus ik ga eerst overal gewoon netjes het begin bepalen. En deze kan wel gewoon hier beginnen. En bij de laatste ga ik natuurlijk ook gewoon het eind bepalen. Dan weet ik ongeveer waar ik een beetje in moet gaan zitten. Zoals je ziet, er zit nog een kleine overlap in. Um, die kan ik natuurlijk nog aanpassen. Ik kan zeggen van hé, hey, als deze clip hier nou ophoudt. Dan begint hij daarna meteen met deze. En dat vind ik op zich al beter. Laat ik dit dus gewoon afspelen zoals het is. Dus we hebben allereerst een klein stukje snelweg het overzichtelijke gedeelte. En dan gaan we al snel op naar de medium. Je ziet overigens in mijn tijdlijn dat er langzaamaan een groen balkje gevuld wordt. Dit is de buffer. Als die volledig vol is, dan speel je op de goede snelheid af. En anders krijg je hieronder ook gewoon rode tekentjes. Ook niet heel druk om maken. Het is nou eenmaal zo, je kunt niet alles bufferen. Zeker als je een hele hoge kwaliteit video hebt, bijvoorbeeld 4K, dan uh, kan dit wel eens een probleem zijn. Speel hem dan gewoon meerdere keren af. Die buffer loopt vanzelf wel weer vol. Nou, op zich vind ik het filmpje wel aardig. Alleen ik moet er nog wel meer mee gaan doen. Ik wil dat mijn film bijvoorbeeld zachtjes aan invade. Dus niet dat hij gewoon meteen zo hard begint. Nee, ik wil dat hij eerst gewoon in een, een zwart frame begint en dat dan de film langzaam opkomt. Nou, en dat kan ook gewoon. Je kunt hier op dit icoontje klikken en dan krijg je een aantal opties. Je hebt de optie vervagen. En vervagen met zwart betekent dat je met zwart begint en dat je daarna gewoon langzaam aan het beeld erbij brengt. En als je daarop gaat staan en je klikt erop, dan kun je hem zo in je film slepen. En je ziet dan een klein driehoekje erbij komen. Dat betekent hoe lang je inveden is. Want als je aan het einde gaat staan, dan zie je dat dat volledig is. Wil je dat nog korter of langer hebben? Dat kan. Je kunt hier aan de zijkant gaan staan. Je ziet weer dat je muiscursor verspringt. En je kunt het dan gewoon uitrekken. Of je kunt het natuurlijk inkorten. En dan wordt je verloop korter. Dat vind ik op zich wel een aardig begin om op die manier te beginnen. Dan heb je nog de overgang tussen twee bestanden. Dat is nu gewoon heel abrupt. Maar als je zegt van ja, dat wil ik toch eigenlijk gewoon langzaam in elkaar overlaten lopen, dan kun je hier weer bij vervagen kiezen. En dan kies je in dit geval gewoon voor vervagen. En laat ik hem daar gaan. De film zal hier beginnen met uitvagen, uitveden, zoals dat eigenlijk heet. En dan komt langzaam aan de onderliggende lager bij. Dus als ik daar met mijn muis overheen ga, dan zie je dat hij nu wazig wordt en dat de andere er langzaam bij komt. En zo kun je dat veden. Ik ga hem wel een klein beetje. Langer maken aan het begin. Dat ik ook gewoon meteen vanaf het begin van het uitveden de onderliggende video heb. En bij de andere moet ik natuurlijk ook iets doen. Ik maak hem hier weer even korter, gewoon om te kijken van nou daar moet het echt het busje in beeld zijn. Dat vind ik hier. En ik sleep mijn middelste film daar gewoon naartoe. En wederom gooi ik er een vervagingseffect op. Nou, als ik hem nu ga afspelen, dan zie je dat ik gewoon keurig met zwart in ga veden. Ga ik naar de volgende overgang. Dan vervaagt dit gewoon weer uit zichzelf. En ga ik naar de laatste overgang. Dan vervaagt ook dit weer in het volgende beeld. Mag ik een einde gaan maken aan mijn film. En wederom wil ik dan vervagen naar zwart. En die slinger ik er daar gewoon op. En je ziet dat hij langzaam uitveed naar zwart. Nu is het tijd om een klein beetje aandacht te besteden aan het geluid. Want een filmpje bestaat eigenlijk voor het grootste gedeelte uit geluid. Ondanks dat je toch naar het beeld zit te kijken, is je geluid wel de beleving bij de film. Een film met een slecht geluid, dat is gewoon drie keer uh, yeah. heel vervelend om naar te kijken. Laat ik het gewoon even heel beleefd houden. Het geluid wat ik wil, dat is uh, onder andere dit stukje muziek wat eronder zit. En ik zet het volume gewoon weer op 100%. Dus als ik nu afspeel, dan heb ik een filmpje met geluid. Nou, en dat hoor je gewoon, maar ik wil toch nog een klein beetje snelweggeluid erbij. Dus dat zet ik ook gewoon een stukje open. Dat zet ik op, uh, ik noem maar wat, 30%. En dat doe ik voor de andere ook even. En ik zet het geluid van de muziek nog heel even uit. Om het niet te storend te maken. Ik heb nu dus het geluid van de andere clips van mijn beeldclips op 30% staan. En als ik dat afspeel, dan is dat ook wel gewoon te horen. Alleen de vraag is, hoe verschilt het? Dit is bijvoorbeeld luider. En dit is juist weer een beetje zachter. Nou, dat moet ik allemaal wat meer in balans brengen. Dus in plaats van 30% ga ik dit bijvoorbeeld 25% maken. En dan is het weer een kwestie van stukjes afspelen. En gewoon goed luisteren. En eventueel kun je nog gewoon wat aanpassen. Ook deze zet ik op 25%. En deze zet ik gewoon wat harder. 35. Nou, ik ga er even vanuit dat het zo goed klopt. Ik besteed er niet de volledige aandacht aan. Maar als je, uh, het is belangrijk dat je daar stiekem toch wel even voor gaat zitten. Dan ga ik mijn achtergrondmuziek weer aanzetten. Naar 100%. En ga ik gewoon eens kijken wat ik tot nu toe heb. Nou, de muziek is goed te horen. En ik heb daar ook nog gewoon een klein beetje geluid van de snelweg bij. Moet ik ook voor de muziek nog een einde maken, want als je nu luistert hoe dat eindigt... Dat is ook gewoon heel abrupt en dat heeft ook weinig zin. Dus ik wil ook op het geluid een, een soort fade-out hebben. Dat doe je door er met rechts op te klikken, op het geluid te klikken en dan uitfaden te kiezen. Dan zeg ik dat ik dat in drie seconden wil doen. En als ik nu luister, dan zie je dat dat gewoon geleidelijk afneemt. Dus dat doet hij op zich netjes. Overigens het uh, automatisch herhalen dat vind je hier bij het tandwieltje. En dan afspelen herhalen. Dat is op zich niet nodig. Dus ook het geluid dat sterft nu langzaam weg. Helaas is dat nog niet helemaal mooi met het einde. Want het beeld en het geluid van het beeld dat blijft ook nog gewoon hoorbaar. Dus ook van die clip ga ik het geluid uitveden. En dat doe ik over ongeveer hetzelfde. Volgens mij was dat 3 seconden. Ik zal het hier nog even controleren. 3,14. En dan is het hier 3,19. Nou, kniezoor. En zo heb ik in ieder geval een schappelijk einde. Nu heb ik dus een compleet filmpje gemaakt met daarin drie clipjes en een muziekbestandje eronder. Ben ik er dan? Nee, nog niet helemaal. Want Photoshop zal Photoshop niet zijn als je niks kunt met aanpassingslagen. Ik kan hier namelijk van alles boven doen met de normale zaak van aanpassingslagen. Als ik bijvoorbeeld de bovenste laag selecteer en ik maak een nieuwe aanpassingslaag, kleurtoon en verzadiging. En ik gooi de verzadiging omhoog, dan zie je in mijn video al wat er gebeurt. En dit gaat dus gewoon over de hele videoclip. Je ziet ook in de tijdlijn dat het gewoon een hele videoclip breed is. En je kunt dat natuurlijk ook gewoon doen per clip. Als ik bijvoorbeeld zeg van nou, ik wil van de eerste. Het contrast aanpassen, dan maak ik een aanpassingslaagcurve en ik pas vervolgens het contrast aan. Kun je deze tijdlijn gewoon inschuiven tot aan de eerste clip, maar je kunt het ook anders doen. Je kunt ook zeggen van hé, hey, ik koppel dit, ik zet het een laag naar beneden, ik koppel deze curve aan mijn laag 3, de clip waar het over gaat, met een uitknipmasker en dat vind je hierboven. Nou, en dan is die curve alleen maar te zien op deze eerste laag. Hier is mijn curve niet meer actief. Zet ik hem bijvoorbeeld uit, dan zie je geen verschil. Dus je kunt wel heel makkelijk allerlei kleurcorrecties doen met Photoshop, zoals je het gewend bent bij je eigen foto. Dat is namelijk weer wel het mooie. Verder vind ik het niet zo heel krachtig voor video's. Maar hey, aan de andere kant, het is ook geen programma voor video's. Het is een fotobewerkingsprogramma. En het is gewoon al heel tof dat het kan om iets met video's te doen. Dus je kunt in ieder geval gewoon op een leuke manier je vakantiefilmpjes uh, van de dingen waar jij bent en wat je met je telefoon hebt gemaakt. Makkelijk afwerken in Photoshop. Voor het geval je bijvoorbeeld geen filmbewerkingsprogramma hebt. Dat hoeft overigens ook niet duur te zijn. Voor een paar tientjes heb je al zoiets als uh, Premiere elements van Adobe of, of een van de andere alternatieven. Moet ik dit tot slot nog gewoon tot een filmpje laten maken? En dat moet je doen door het filmpje te renderen. En om het filmpje te renderen heb je hier een pijltje zitten. En als je daarop klikt, dan krijg je de render-dialoog voor je neus. En daar kun je dus gewoon dingen ingeven. Nou, ik noem dit filmpje snelweg, het staat in de juiste map. En de instellingen die je hier moet kiezen, je hebt verschillende dingen. De indeling, dat is eigenlijk een soort van de bestandsextensie van het filmpje. Voor foto's weten we allemaal wel dat we bijvoorbeeld een .nef of een .cr2 hebben voor een RAW-bestand. En dat je dat op kunt slaan als een PSD of als een TIFF of misschien wel een JPEG. Nou, ook voor video heb je verschillende indelingen. En als je hierop klikt, dan krijg je er drie voor je neus: DPX, H264 en Quicktime. Een nou, H264 en Quicktime, dat zijn degenen waar je eigenlijk uit moet kiezen. En H264 is daarin tegenwoordig de meest gebruikte. Je kunt er een voorinstelling uitkiezen. En we gaan in dit geval gewoon voor uh, de voorinstelling waar die op stond. HD 1080p en 29,97. Dat is gewoon uh, een veelgebruikte instelling. 1080p, dat betekent dat de hoogte van de film 1080 is. Nou, de resolutie qua breedte, die vind je ook hier, die is 1920 breed. De p staat voor progressive. Je hebt twee vormen. Je hebt progressive, dat is gewoon beeldvullend. En je hebt interlaced. Dat moet je eigenlijk gewoon niet kiezen. Dus uh, kies altijd voor 1080p of 720p. Interlaced, het gaat even te ver om het uit te leggen. Neem het gewoon van me aan. En dan heb je nog de beeldsnelheid 29,97. En die kun je ook gewoon hieronder wijzigen in bij wijze van spreken 30. Kleurbeheer, dat laat ik natuurlijk gewoon aanstaan. En de verhouding van het document is ook 1,0. Ik heb namelijk van tevoren gekozen voor een film. 1920 bij 1080. Het bereik, dat zijn alle frames natuurlijk. En vervolgens druk je gewoon op rendering. En Photoshop gaat aan het rekenen, gaat jouw film exporteren naar de juiste map. En dan heb je dus dadelijk gewoon een complete film daar. Photoshop is klaar. Open ik gewoon op mijn dode gemak even de map erbij. En dan zie je daar het filmpje erbij staan: snelweg.mp4, een filmpje van ongeveer 21 seconden. En een grootte van 82,4 mb. En dat ziet er dan zo uit. Dus je ziet dat het vrij eenvoudig is om met video in Photoshop te werken. En de kracht daarvan is natuurlijk gewoon dat je al je aanpassingslagen daar nog gewoon een keer dik bovenop kan leggen. Tot zover. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer en doei doei.